tafel. De volgende gast in deze aflevering van Tiel aan tafel. Dat is een bekend landelijk gezicht, Richard de Mos van Code Oranje. Wat doet een Hagenees hier in deze regio op de tv? Nou, het is natuurlijk wel zo dat een Hagenees, Dolph Brouwers, ooit de Betuwe mooie bezongen heeft in Eens zal de Betuwe in bloei weer staan. En ik denk, daar moet ik zelf ook eens even naar gaan kijken. En ik heb een warm bezoek hier aan bevriende mensen gebracht in de Betuwe. Je bent al een x-aantal jaren actief in die politiek. Ja. Eigenlijk een volksjongen uit Den Haag die op een gegeven moment met de vuist op tafel sloeg en zegt, jongens, ik ga er wat aan doen. Ja, in Den Haag noem ik dat ombudspolitiek. Dat is gewoon luisteren naar de problemen die spelen in de samenleving. En problemen zijn er talrijk. En dan voorbij het links-rechts denken gaan. Voorbij de traditionele kaders van liberaal, sociaaldemocraat. Dat is een echt zuil uit de vorige eeuw. Mm-hmm. Mensen hebben een probleem. En Code Oranje wil dat probleem gewoon bij de horens vatten en gewoon oplossen. En ik denk dat mensen daarmee geholpen zijn. En niet met de polarisatie zoals er nu is in de politiek. Ja, mooi verhaal. Zeker. Maar waarom dan niet Code Rood? Want dat is het toch? Nou, het is vooral Code Oranje, dus het past wel bij de tijd waarin we leven. Code Oranje is een bestaande beweging, die is in 2017 opgericht, toen zat ik er nog niet bij. Mm-hmm. En zij hebben mij als bestaande club, hebben zij mij gevraagd om lijsttrekker te worden. Ja, dan is het wel heel erg met heel veel pretentie om dan te zeggen dat die naam anders moet. Code Oranje was de naam en ze hadden daarbij een ontzettend goed eerste standpunt, namelijk dat de burger meer invloed moet krijgen in dit land. Met bindende referenda, gekozen burgemeesters, burgertoppen, burgerbegrotingen en burgersjuries. Mm-hmm. Dat sprak mij aan. Ik zeg, dat vind ik een heel mooi eerste standpunt. Het zijn eigenlijk de oude kroonjuwelen van D66. Die hebben er sinds 1966 niks meer aan gedaan. Die zijn door Code Oranje weer opgepoetst. En ik zeg, ik wil daar graag een aantal standpunten aan toevoegen. Onder andere het versterken van de lokale democratie. Code Oranje is bijvoorbeeld ook een club die heel erg samenwerkt met lokale partijen in het land. Tientallen lokale partijen hebben zich bij ons aangesloten. En we hebben afgelopen week onze basiself gepresenteerd met 11 klip en klare standpunten waar wij voor staan. Daar gaan we straks nog even Zeker. Over hebben. De persoon Richard. Ja. Wie is dat? Wat heb jij gedaan? Richard de Mos is een oud leraar. Ik ben ooit begonnen met een hbo-opleiding marketingmanagement. Heb ik leren werken in de Rotterdamse haven bij een expediteursbedrijf. Dat beviel mij toen niet. Toen was ik in die tussentijd ook voetbaltrainer voor jongeren tussen de 16 en de 18 jaar. In de regio Den Haag? In de regio Den Haag. En dat beviel mij zo goed. En toen zei een vriend tegen mij, van, joh, er is een heel groot lerarentekort. Is dat niks voor jou? Want ik vond het bedrijfsleven vond ik niet je dat. Dat ben ik toen gaan doen. Ik heb me toen versneld laten omscholen tot basisschooldocent. Heb ik een aantal jaren gedaan. Mm-hmm. En toen kwam, was ik Fortuyn-fan. Heel erg Pim Fortuyn-fan. Ik heb nog Waarom een, was dat? Tot die tijd Fortuyn, misschien wel politiek ja, ik ben geïnteresseerd, maar nog niet actief. Opgegroeid in een PvdA-nest. Mm-hmm. Ja, en toen kwam Fortuyn op. En Fortuyn zijn natuurlijk wel dingen die op dat moment eigenlijk als een onderhuidse veenbrand wel woede in Nederland. Ja, die sloeg toen voor het eerst uit. Absoluut. De gevolgen van de bevolkingsgroei, de dominante islam, de steden die onder druk staan met absorptievermogen, zoals ik dat noem, met criminaliteit, radicalisering. Ik vond dat goede signalen en ik ben de man gaan volgen. Ik heb zijn boeken gelezen, onder andere De Verwezen Samenleving, waarin hij dat haarfijn uitlegt. Hij is toen vermoord. Ik heb toen op mijn verjaardag 5 mei een enorme discussie gehad met familieleden. En een dag later op 6 mei 2002 is hij vermoord. Dat is een dag die je nooit vergeet. Toen heb ik een hele poos. Waar was jij op dat moment? Ik was toen in Rotterdam. Was ik toen nog aan het werk bij dat expediteursbedrijf. Na zijn dood heb ik een hele poos de politiek minder gevolgd. Want hij bracht veel mensen bij de politiek, zo ook mij. Ik ben echt de politiek gaan volgen, de televisieprogramma's gaan afstruinen waar hij in zat. Ik was een echte fortunist. En toen ik leraar geworden was inmiddels, kwam Geert Wilders op. Die zei het wat rabiater allemaal. Ik moest er in het begin niet zo heel veel van hebben. Maar uiteindelijk heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en hem een sollicitatiebrief gestuurd. En dat resulteerde uiteindelijk in een functie bij de Partij voor de Vrijheid. Daar heb ik een aantal jaren beleidsmedewerker geweest en 3 jaar lid van de Tweede Kamer geweest. Dat heb ik vol verve gedaan. Ik denk dat ik ook een landelijke bekendheid daar mede aan te danken heb. Het was geen long and everlasting love? Nee, ik heb daar 3 hele prettige jaren gehad. En op een gegeven moment vond ik Geert te radicaal worden. Het was een one-issue partij geworden. Het was ook een partij die niet wilde besturen.
En dat is een teleurstelling. Ik vind als je heel groot wordt. Was dat van binnenuit duidelijk? Ja, ik heb daar natuurlijk bij gezeten. Dus het schoppen om het schoppen? Nou ja, ik heb daarbij gezeten. Dingen goed signaleren. Dingen ook goed adresseren. Ja, maar op een gegeven moment wil je... Dat is één natuurlijk. Kunnen we allemaal. Maar je moet er ook wat aan doen. Ja, nou, ik denk dat hij wel... Even een hele simpele. Je kunt zeggen, de grenzen moeten dicht. Ja, er staan er een heleboel te juichen. Ja, maar dat kan natuurlijk ook. Hij zei natuurlijk ook wel andere dingen die wel hout snijden. Zorgen over de ouderenzorg. De veiligheid in Nederland, waar wel het een en ander aan mis is. Politietekort. Dus dat is allemaal prima. Maar als je dan op een gegeven moment groot wordt, moet je ook gaan besturen. Nou, ik was inmiddels ook betrokken bij de totstandkoming van de Haagse gemeenteraad, de PVV-fractie. Daar was ik, heb ik de screening gedaan, de kandidaten voor bij elkaar gezocht en om een lijst gezet. Ja, en daar werden we met een opdracht het veld ingestuurd om te zeggen van de kop voor de tax is een breekpunt. En ik denk, pardon, je kan nu de stad besturen en dan is dat een breekpunt. Dat was een enorme eerste teleurstelling in 2010, dat is het jaar waar we het over hebben. Ja, maar zo'n tekst is natuurlijk ook polariserend, hè? Ja, maar dan wil je dus ook niet aan de knoppen zitten. Nou, en dat groeide uit elkaar en dat leidde in 2012 tot mijn vertrek bij de PVV. En toen zeiden lokale ondernemers van joh, we hebben jou leren kennen als Kamerlid, maar ook als inmiddels raadslid in de gemeente Den Haag. Heel actief, heel erg betrokken, heel met je poten in de modder. Luisteren ook naar de problemen in de stad. Politiek voeren die de mensen aanspreekt. Echte volksvertegenwoordiger zijn. En toen hebben lokale ondernemers gezegd, joh, zou je hier niet door willen gaan? Toen was Groep de Mos geboren in Den Haag. Mm-hmm. Ja, eerst uitgelachen en verguisd. En bij de laatste verkiezingen in 2018 glansrijk de grootste partij van Den Haag geworden. Omdat wij oplossingsgerichte politiek bedrijven. Gewoon met de mensen kijken wat de problemen zijn en die problemen gaan oplossen. Nee. Dat is wat een volksvertegenwoordiger ook hoort te doen. Dat is absoluut waar. Ik ken Den Haag zelf erg goed. Je wordt daar inderdaad op handen gedragen. Toch zit er een smetje op jouw naam. Hoe zit dat precies? Nou, hoe zit dat precies? Nadat we gewonnen hadden, heb ik Hans Wiegel de formatie laten doen. Er was ook heel veel mensen verbaasd van, het gaat hier de mos neus lukken. Schillelen, kom van de PVV. Nou, het lukte wel. Een college geformeerd met D66, GroenLinks en de VVD en dan met mijn partij. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik werd wethouder economie, buitenruimte en sport en eerste lokale burgemeester in de stad. Ja, en toen vonden het heel veel mensen gek dat jij als wethouder economie dat je ondernemers helpt. Er werd ook continu de cliëntelismekaart getrokken van je bent een lokale partij en je haalt lokale donaties op. Ja, even voor de kijkers, lokale partijen krijgen geen subsidie, dus die halen donaties op bij de plaatselijke bakker, bij de plaatselijke slager en misschien ook wel bij een plaatselijk zalencentrum. Maar dat is natuurlijk balanceren op een smal balkje, want daar zitten natuurlijk ook jongens bij die daar voor eigen belang zitten. Ja, maar in het hele leven, iedereen zit uiteindelijk voor een belang. En ik vind het helemaal niet schadelijk als een ondernemer die doneert of de ondernemer die op je partij stemt, die doet dat omdat hij hoopt dat je vervolgens ook wat met zijn problemen gaat doen. En als alles via de geëikte banen dan ook verloopt, via de ambtenaren, via een collegiaal bestuur, ieder besluit wat ik genomen heb is collegiaal bestuur geweest, dus een besluit wat in het college is genomen. Ja, en toen stond daar ineens de Rijksrecherche op de stoep, omdat ik verkiezingsbelofte aan het inwilligen was. Ik geef toe, dat is nieuw in Nederland, dat politici doen wat ze in de verkiezingstijd beloofd hebben. Dat was ik wel aan het doen, ja, en daar ben ik op afgerekend. We zijn nu anderhalf jaar verder en we weten nog niks. Gelukkig zijn er heel veel mensen die vertrouwen in me hebben. Bert Blazen, voorzitter van Code Oranje, heeft me gevraagd om lijsttrekker te worden. We zijn in Den Haag met een peiling die in oktober is gedaan met 11 zetels, by far de grootste, omdat mensen toch al van die soort politiek houden. Ja, en we gaan nu Nederland veroveren met die oplossingsgerichte ombudspolitiek. En dat gaat heel goed, want in de peilingen van de Hond komen we al voor met een kamerzetel en we gaan er nog veel meer van maken. Dus jij durft gewoon met droge ogen te zeggen, Richard de Mos, die deugt. Richard de Mos, die deugt zeer zeker. Het is uiteindelijk aan de kiezer om te bepalen of de kiezer dat ook vindt. En als ze dat vinden, dan gaan ze massaal op oplossingsgerichte ombudspolitiek stemmen op 17 maart. Namelijk op code oranje. Ik vind dat je als volksvertegenwoordiger moet doen wat je belooft. Ja, en dan ga ik ook gewoon door muren voor mensen. Want ik wil mensen een beetje leuker leven geven, ondernemers een beetje beter laten ondernemen, vooral die MKB'er die in Nederland vergeten wordt. Dat deed ik in Den Haag heel goed en ik hoop dat nu in heel Nederland te gaan doen. Nou, je bent een enthousiaste kerel. Je hebt één nadeel. Ja. En dat is dat je gaf het zelf al aan, Pim Fortuyn, de LPF, down the drain. We hebben nu het debakel onlangs meegemaakt met Thierry Baudet, Forum voor Democratie. Wie zegt nou dat dat bij jou niet gaat gebeuren?
Nou ja, bij mij hebben ze natuurlijk al een poging gedaan. De Omroep West heeft afgelopen weekend gepresenteerd dat onderzoek van de Rijksrecherche flinterdun is. Die hebben een onderzoek gedaan en daar blijkt dat de MOS gewoon binnen de kaders gehandeld heeft. Ik kom in februari met mijn boek waarin ik alles uitleg. Dat boek heet Mijn Verhaal. Ik hoop ook dat de mensen in de regio Tiel dat boek gaan lezen. Daarin beschrijf ik ook de visie van Code Oranje op Nederland. En die visie is heel simpel. Namelijk met mensen kijken van, joh, wat heeft dit land nodig? Het Malieveld in Den Haag, waar ik dan woon, staat vol. Vol met leraren, vol met mensen uit de zorg, vol met bouwers, vol met boeren. De mensen voelen zich in dit land niet gehoord. De politiek wordt bedreven over hen en niet met hen. Ja, en daar moet gewoon een einde aan komen. We moeten samen met mensen politiek gaan bedrijven om dat voor de mensen te doen. En je ziet heel veel Kamerleden in de Tweede Kamer. Ik noem dat de rolkoffertjes Kamerleden. Die komen op dinsdag binnenrollen met een koffertje. Die gaan een beetje stemmen. Die lezen daar wat paparazzen door. En die rollen er op donderdag weer uit. Ja, dat is geen land besturen. Volksvertegenwoordigers moeten het land ingaan. De wijken ingaan. En daar de problemen met burgers signaleren. En die zijn een legio. Bijvoorbeeld ook hier in de omgeving Tiel. Daar wordt ook gewoon de regio bedreigd. Er zijn nu al landelijke partijen die doodleuk zeggen, joh, de bevolkingsgroei, die gaan we verder faciliteren. En we gaan gewoon de hele regio volbouwen. Tiel is hier bekend om zijn fruitindustrie. Nou, dat gaan we gewoon langzaam de nek omdraaien. Omdat iedereen die hier naar Nederland komt, moet wonen. Ja, dan gaan we gewoon betonnen blokken neerzetten. Of de burgers het nou willen of niet. Dat gaat gewoon gebeuren. We hebben hier al bijvoorbeeld de maakindustrie gesloopt. Ik heb begrepen dat hier bijvoorbeeld de glasindustrie een goede werkgelegenheid. Klopt. Sinds de jaren 80, toen al die fabrieken zijn verdwenen. Ja. Kun je eigenlijk zo stellen dat elke euro die Tiel in de regio uitging, niet meer terugkomt. Nou, en dat soort beleid is dus niet met de mensen in de omgeving Tiel gemaakt, maar over de mensen in de omgeving Tiel. Die zijn misschien wel hun de baan verloren. Die beleidsmensen zelf ook niet aan doen. Het is daar een onderdeel van natuurlijk. Ja. Weer even terug, want ik vond het wel interessant wat je zei. Kwaliteit van mensen, belangrijk. Ja. Ja. Net na de Tweede Wereldoorlog kwamen er mensen in die Kamer die een bepaalde functie hadden in die maatschappij. Hè? Iemand die van het Groene Kruis, die had verstand van volksgezondheid. Ja. En ga zo maar door. Hoe zit dat bij jou? Ja, bij Code Oranje zijn het mensen die geen carrière-tijgers zijn. Hè. We hebben een lijst met mensen die het erg goed doen. Hè. Op nummer 2 staat Peter Plasman. Heeft een goedlopend advocatenkantoor. Die wil Kamerlid worden omdat hij Nederland wil dienen en Nederland beter wil maken. En zo ziet onze hele lijst eruit. We hebben een tweede advocaat met Sebas Dijkstra. Goedlopend advocatenkantoor in het slachtofferrecht. We hebben Mick de Vlieger. Die wil heel graag het MKB en het ZKB. Het MKB en de ZZP'ers beter op de agenda zetten. Die wil ook kijken hoe jongeren aan een woning kunnen komen, bijvoorbeeld door startersleningen. Dat zijn mensen die daarin ervaring hebben, met hun poten in de modder staan. Ja, en dat hebben we nodig in Nederland. Mensen die weten waar Abraham de mossels haalt. Ik zelf heb een politieke ervaring die al langere tijd loopt. We hebben met Tanja Hoofdberg een fantastisch raadslid uit Rotterdam die op de lijst staat. Dus dat gaat gewoon een kandidatenlijst zijn met mensen met kwaliteit. Goed, jij bent overtuigd van je eigen kracht met jouw mensen. Ja. Maar nu moet je tegen die gevestigde orde boksen. Hoe ga je dat doen? Nou ja, tegen de gevestigde ordebox, dat doe ik natuurlijk al een hele poos. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje voor gemaakt. En juist als de gevestigde orde terug gaat duwen, bijvoorbeeld met een inval van de Rijksrecherche toen ze dachten van Ries de Mos af te zijn, ja, dan ga ik juist harder knokken. Dus ik weet waarvoor ik het doe. Ik doe het voor de inwoner van Nederland. Dat zien ook bijvoorbeeld de mensen in Den Haag. Die zien dat ook. Die zeggen, ja, die man is altijd in de wijken te vinden. En dat is niet een man met ABN Nederlands en altijd even strak in het pand pak. Maar dat is wel een man die bij ons langskomt, die echt naar ons luistert. En die onze belangen echt in de gemeenteraad en ik hoop straks in de Kamer, die vertegenwoordigt hij. Hij neemt het voor ons op. Hij is ons geluid in de raad, hopelijk straks ons geluid in de Tweede Kamer. Ja, en daar wil ik voor gaan lopen. Ik wil voor de normale man, voor Jan met de pet, die het in Nederland niet al te breed heeft, zeker nu met de gevolgen van de coronacrisis, voor de kleine MKB'er die het moeilijk heeft, ja, daar wil ik voor door muren gaan. Daar wil ik het allemaal voor gaan doen. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Richard de Mos, tot slot. We zitten natuurlijk in een hele moeilijke tijd. Ja. Hoe zie jij die directe toekomst? Nou, de directe toekomst zie ik voor heel veel mensen somber in. Ik denk dat het eerste kwartaal van 2021 voor kleine ondernemers heel moeilijk wordt. Ik vind dat het Rijk
niet thuisgeeft. Als je nu ziet dat de horeca gesloten is, terwijl er miljarden gaan naar Brussel. Rutte heeft gewoon bij het kruisje getekend, 100 miljard ging er naar Brussel toe. Terwijl gemeenten komen 2 tot 3 miljard jaarlijks tekort. Ondernemers worden niet gecompenseerd. We hebben de horeca gezien die niet volledig gecompenseerd is. Daar werken mensen die ook zorgen voor de banen, voor de mensen die in de horeca werken, de toeleveranciers die er afhankelijk van zijn. Ja, je ziet straks dat de MKB'ers ook niet volledig geholpen worden. Ja, daar gaan gewoon bedrijven omvallen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft al gepresenteerd dat 40% leegstand de toekomst is van onze winkelstraten. Ja, daar moeten we op voorsorteren. Willen we de wijken in Nederland, de winkelstraten in Nederland, een beetje leefbaar houden. En dan moeten we zorgen dat we dat geld gaan reserveren om onze eigen schade op te gaan vangen. Nou, daar ga ik binnen de Kamer heel hard voor maken. Dat die euro, die hardverdiende euro door de Nederlandse belastingbetaler, als eerste in Nederland wordt uitgegeven. Wat dat betreft werk genoeg nog te doen. Zeker weten. De mensen hier in de regio zijn nogal kritisch. Ja. Plat gezegd ook nog wel eens stug. En willen best wel heel snel wijzen met een vingertje. Waar kunnen ze jou nou op afrekenen? Nou, waar ze mij op kunnen afrekenen is dat Ries de Mos doet wat hij belooft. Dat vind ik het belangrijkste. En in de politiek is het te vaak praten om het praten. Geven niet thuis als je eenmaal gekozen bent. De VVD is daar een triest voorbeeld van. Die hebben een stramien van besturen. De boel naar de Filistijnen helpen. Dan met mooie beloftes komen. Hè. Dan gaan ze rechtse praat verkondigen van we gaan de grenzen sluiten. En we hebben PVV-corvée. En we gaan ineens wel voor de MKB'er zijn. Met die beloftes komen ze weer aan de macht. En dan gaan ze weer doen waar ze de jaren ervoor gebleven zijn. Namelijk met de boel naar de Filistijnen helpen. Nou, dat wil ik niet. Ik wil goed zijn voor mijn woord. En dat woord wat ik gegeven heb, daar mag de kiezer mij over 4 jaar over afrekenen. Dat is goed. Daar gaan we jou trouwens eerder over afrekenen. Ik nodig je bij deze uit om na de verkiezingen weer eens een keer langs te komen om te vertellen hoe het jou gegaan is. Dat lijkt met me je weer partij. Gezellig. Nou, dat doen we sowieso. En hopelijk dan in een andere omstandigheid, de omstandigheid dan deze situatie met corona. Dankjewel. Nick de Vlieger. Mick de Vlieger. Met een M, hè? Ja, de M van Marie. Ja. Ook politiek betrokken geraakt bij Code Oranje. Klopt, ik sta als kandidaat Kamerlid nummer 5 op de lijst van Code Oranje. Nou, ik heb jou speciaal uitgenodigd. Jong knaap, 31 jaar. Ja. En jij vindt dat het anders moet in dit land. Ja, ik vind dat het anders moet. Kijk, Code Oranje is een vernieuwingsbeweging. Wij zijn op zoek, wij streven naar oplossingsgerichte ombudspolitiek. En dat houdt in dat we politiek met de mensen willen doen en niet over de mensen. Ja, zeg maar allemaal helemaal niks. Nou, ik ga dat uitleggen. Kijk, het punt is zo, wat mij stoort is dat heel veel politici die mij in het verleden hebben vertegenwoordigd, eigenlijk op zoek zijn geweest naar de manier om zoveel mogelijk zetels voor zichzelf te halen. Op zoek gegaan naar bijvoorbeeld wat zijn de trends in de samenleving. Is er vergrijzing, dan komen we op voor de oudjes. En ik vind het juist heel belangrijk dat je ergens voor staat. En wij staan voor meer democratie als fundament 1. Daarnaast hebben we een hele mooie basiself gepresenteerd waar wij de komende maanden hard mee naar buiten gaan. Ja, Richard heeft daar al over verteld. Wat weten van jouw achtergrond? Wie ben jij? Nou, ik ben 31 jaar. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En vlak na mijn studie de kans gehad om een prachtige monumentale evenementenlocatie in Haarlem over te nemen. Die heb ik 2 jaar geleden verkocht aan Lingotto. Dat is de investeringmaatschappij achter de Shell-toren, een bekende landmark in Amsterdam. Daarna ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar om wat meer nut toe te voegen. Ik was heel nut. Erg... Nou ja, ik was persoonlijk leven? Nou ja, nadat ik mijn bedrijf verkocht... was ik heel erg bezig met spreadsheets om maximaal rendement te gaan bereiken met mijn beleggingen. En ik merkte aan mezelf dat dat niet genoeg was voor mij. Dat was niet voldoende. Kijk, naast het feit dat je werkgelegenheid creëert en dat je winst maakt en daardoor misschien de economie een boost geeft, was ik op zoek naar meer. Mm-hmm. Toen ben ik via een aantal wegen uiteindelijk bij Richard de Mos terechtgekomen. En daar kwam uiteindelijk Code Oranje zeg maar bij. Of Richard kwam bij Code Oranje en ik ging daar een soort van in mee. En daar heb ik het gevoel dat we echt de macht, de kunde en de kennis van de Nederlandse burger weer kunnen gaan benutten. Het wijkgevoel bij Code Oranje, dat is groot. Dat moet toch vooral zo behouden blijven? Ja, zeker. En het is ook zo dat we natuurlijk... Code Oranje is niet links, is niet rechts. Kijk, wij willen voor iedereen willen we er zijn. En het is heel belangrijk dat je dat samen doet. Maar ook met mensen die verschillend zijn. Want daar kunnen we juist van leren. En ik denk dat dat een van de grote krachten van Code Oranje is. Waar ligt jouw expertise?
Nou, ik ben dus een ondernemer. Ik sta met mijn poten in de modder. Ik weet hoe het voelt om 's nachts wakker te liggen als er geen geld op de bankrekening staat. Ik weet hoe het voelt om afscheid te moeten nemen van personeel met pijn in je hart. Waar ik me het vooral op ga focussen is het MKB. Ik vind het MKB is de kurk waar het land op drijft. Die worden niet genoeg gewaardeerd. En dat komt mede omdat de gevestigde orde een incentive heeft om eigenlijk met multinationals te gaan werken. Mm-hmm. Terwijl juist het MKB verantwoordelijk is voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde. En meer dan 70% van de werkgelegenheid. Dus ik vind dat zij ondergewaardeerd zijn. En ik wil me heel hard gaan inzetten zodat het MKB zich meer verenigt. Zodat zij een plek aan de tafel krijgen die zij verdienen. Daarnaast leven we natuurlijk in de situatie dat er een heel groot woningprobleem is. En met name voor de starters is er bijna geen kans. En heel veel van mijn leeftijdsgenoten ook dus. En ook mijn nabije omgeving. Bijna geen kans om een woning te krijgen. En daar moeten we echt wat aan gaan doen. Dat heeft jou ook getriggerd om dit te gaan doen? Nou, dat is hetgeen waar ik goed in ben. Mm-hmm. Wat mij getriggerd heeft, is dat er gewoon geen partij is die mij kan vertegenwoordigen. Omdat ik ze niet geloof. Dat is best wel erg, hè, dat je dat eigenlijk zegt. Dat is heel erg, maar dat is helaas de realiteit voor heel veel Nederlanders. We hebben natuurlijk gezien met het verkleinen van Forum voor Democratie, dat er gewoon heel veel mensen op zoek zijn naar een partij en heel veel kiezers ook teleurgesteld zijn. Ben je dan ook niet bang dat je zeg maar die antistemmen, de onvrede, dat je dat gaat vertegenwoordigen? Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil zijn. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Code Oranje juist een partij is die het gevoel geeft dat mensen weer het heft in eigen handen kunnen nemen. En dat ze daadwerkelijk impact hebben op de samenleving. Het is nu zo dat je krijgt een stembiljet thuisgestuurd en eigenlijk op de dag dat je mag stemmen, dat is dit keer 2021, 17 maart, je levert je stembiljet in en vervolgens is die houdbaarheidsdatum is voorbij. En wij willen ervoor zorgen dat die 4 jaar langer duurt. Dus dat je via burgerbegrotingen, burgertoppen, burgerjuries, burgerpanels langdurig inspraak blijft hebben op hetgeen wat we allemaal meemaken. Want er zijn natuurlijk nogal wat veranderingen. Hè? Als we nu bijvoorbeeld in de tijd waarin we nu leven met corona. Ja, niemand heeft daar 4 jaar geleden op gestemd. Of tenminste, niemand heeft dat 4 jaar geleden meegenomen in zijn keuze. Ja, 4 jaar geleden nog ineens. Nee, precies. Maar ja, goed, het was natuurlijk iets minder dan 4 jaar geleden dat we mochten stemmen. Ja, zo bedoel je. En ik vind het heel belangrijk dat ook in tijden waar we enorm veel verandering meemaken, dat mensen nog steeds kunnen meepraten. En dat is niet het geval. Die mensen die nou thuis op de bank zitten, hè, die naar ons kijken. Ja. Denk van nou, die kerel die heeft een hartstikke leuke kop. Maar wat gaat hij nou voor mij doen? Nou ja, ik ga in ieder geval me heel hard maken dus voor het MKB en voor het woningprobleem. Daarnaast geloof ik dat er een efficiëntieprobleem is binnen de overheid. Ik heb met een aantal vakspecialisten uit van topbedrijven ben ik gaan kijken naar het uitgavenpatroon van de overheid. En het is nu eigenlijk zo dat volgens de Rekenkamer is 70% van de uitgaven is eigenlijk niet te plaatsen, wat ik schokkend vind. Kijk, als wij met z'n tweeën op vakantie gaan, ik maak 1000 euro, 500 euro naar je over, en er verdwijnt 400 euro en jij weet niet waar dat is, dat is natuurlijk een heel groot probleem. En de Belastingdienst is eigenlijk de gezamenlijke rekening van ons allemaal. Dus die uitgaven daarvan moeten heel goed gecontroleerd kunnen worden, heel transparant zijn, want uiteindelijk is dat hetgeen wat ons leefgemak deels kan beïnvloeden. We zijn het allemaal met elkaar eens. Dit is een overberegeld land aan het worden. Natuurlijk, de regeldruk dat staat boven alles. Ja. En ik heb er zelf een hekel aan, maar dat is privé. Alles moet tegenwoordig geborgd worden. Maar als je de kern, de essentie daarvan uithaalt, dan betekent dat eigenlijk dat ik jou niet vertrouw. Dat weet ik niet. Het kan natuurlijk ook een beschermingsmechanisme zijn. Er zijn natuurlijk heel veel dingen ook gebeurd waardoor mensen het gevoel hebben dat bepaalde regels moeten worden ingevoerd. Maar zeg maar, misschien ben ik dan inmiddels wel van de oude stempel. Een man, een woord, een woord. Kan dat anno nu niet meer? Ik geloof daar zelf heel erg in. En dat is ook hoe ik ben opgevoed. Als ik iemand een hand geef, dan kom ik na voor hetgeen wat wij hebben afgesproken. Mm-hmm. Ik denk niet dat iedereen er zo in staat. Helaas. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met veranderingen binnen de bevolking. En dat heeft verschillende normen en waarden, culturele verschillen. Ik weet niet, het kan met heel veel dingen te maken hebben. Maar ik zou niet mijn hand in het vuur steken voor 70 miljoen Nederlanders dat een man het woord is. Nee, daar heb je ook wel weer gelijk. Dat is gewoon helaas wat het is. Hoe graag ik het ook zou willen. Zou een utopie zijn om te denken dat het kan? Je kan in ieder geval beginnen met jezelf te omringen met mensen die dat wel doen. Ja. Als je denkt over immigratie, over al die thema's die mensen aanhalen, vooral die politici. Wat vind jij daarvan dat dat zomaar gebeurt? Het PVV die riep een paar jaar geleden die landsgrenzen moeten dicht. Kan natuurlijk helemaal niet. Dat is duidelijk. Maar kijk, het probleem vind ik heel erg dat heel veel belangrijke onderwerpen binnen de politiek worden soort prestigeprojecten. Mm-hmm. Terwijl er ook heel veel verbondenheid is met elkaar. Als je gaat zeggen, joh, we gaan
een x-aantal immigranten binnenhalen, die moeten ook woningen hebben. Die moeten ook systemen hebben en hulp hebben. Dus ons immigratiesysteem is er nu zo dat voor heel veel partijen is het, ja, we gaan heel veel mensen helpen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat je realiseert, ik ben een mens, ik wil graag elkaar helpen. Maar als ons systeem daar niet op is gebouwd, waar beginnen we dan aan? Nou, in de huidige situatie is het zo dat er ontzettend veel immigranten naar Nederland komen. Die nemen woningen in beslag. En vervolgens wordt het voor verschillende politieke partijen dan ineens een campagneonderwerp om te zeggen, wij gaan het woningprobleem oplossen. Nou, dat is natuurlijk gewoon pyromanen die brandweertje spelen, want het is een zelfgecreëerd probleem. En dat stoort mij enorm. Ja. Nou, ik vind het lovenswaardig dat je die handschoenen opgepakt hebt. Dat je zegt van, ik wil er wat aan doen. Ja. En daar raak je natuurlijk heel veel succes bij wensen. Hou vooral die energie vast. Hartstikke bedankt voor het leuk om hier te zijn een keer. Tiel aan tafel. Hemmy Kerkling, dat is de volgende gast in deze aflevering van Tiel aan tafel. Dat is een ondernemer, een grote jongen, zo mag ik jou best wel noemen. U zegt het. Zeg maar je. Okay. Bescheidenheid ziet de mens. Jouw bedrijf, vertel daar eens over. Nou, mijn bedrijf is, het is overigens een familiebedrijf. Dus twee broers. Broer Ed, de techneut, en ik voor de administratie, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. We zijn 50 jaar geleden begonnen. 28 vestigingen, CAF, autoverhuur in Nederland. En we zijn op die basis doorgegaan. En we hebben nu eigenlijk, als je nu vandaag de dag naar ons bedrijf kijkt, dan zitten we echt in de software. En doen we online verhuur. Maar wacht even, autoverhuur als software? Nou, software. Kijk, we hebben dus hardware in de auto's gebouwd. Hè, waardoor de auto's kunnen communiceren met programma's die we gemaakt hebben op kantoor. En op die manier kunnen we op afstand de deuren openen van de auto en alles registreren enzovoort. Ja. Dat is. Er gaat natuurlijk steeds meer automatisering komen voor auto's. Er komt steeds meer zelfstandigheid in, hè? Dus dat je alles van afstand kunt organiseren, regelen enzovoort. Ja, in de autobranche, coronatijd, daar moet je eigenlijk helemaal niet in zitten, denk ik dan. Ja, dat is natuurlijk, kijk, in elke auto, in elke deelauto's zitten we bijvoorbeeld ook in. Dus je moet meebuigen met de economie, dat is natuurlijk van alle tijden, maar ja. nu speciaal in coronatijd. Nou ja, het is natuurlijk een probleem, want de auto's moeten goed schoon zijn. Hè? We hebben in alle auto's ook schoonmaakmiddelen liggen, dus iedereen die de auto gaat huren, en we zijn er niet bij, moet het zelf doen. Mm-hmm. Maar als we er wel bij zijn vanuit onze vestigingen, dan maken wij de wagens keurig schoon. En kunnen de klanten met vertrouwen in een auto stappen. En ze praten over omzet per jaar. Wat doen we dan? Wij zitten ongeveer op 10 miljoen omzet op het ogenblik. Veel te weinig sinds het verleden. Het is echt wel aan het dalen. Hè. Dat in de heeft top? Waar praat je dan over? Nou, we zijn toch wel sinds de vorige recessie 2008 wel meer dan de helft van de omzet kwijt. Nou, dat is pittig. Ja, dat is zeker pittig. Maar je ziet natuurlijk in zijn algemeenheid die economie dalen. We hebben natuurlijk na de oorlog hebben we alles omhoog zien gaan. Maar het is zo langzamerhand is de tijd aangebroken dat alles aan het dalen is. Betekent ook dat we een stuk moeten inleveren in de welvaart. En dat is ook wel de reden dat ik met Code Oranje erg blij ben. Want dat is de partij die erg veel gaat doen voor het MKB, het bedrijfsleven. Je legt zelf al de link, want jij maakt je zorgen. Ik maak me heel erg zorgen, ja. Ik zie heel veel dingen gebeuren. Ik heb heel veel contact. Ik ben 74, dus ik ken heel veel mensen. Je komt uit Amsterdam. Geef eens een paar voorbeelden. Gewoon van de vloer. Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk wordt er erg concurrentie is eigenlijk altijd waar we mee leven. Maar concurrentie is niet meer concurrentie van vroeger. Vroeger kon je namelijk een omzet maken die ook toeliet dat je de winst in kunt maken, kunt genereren. Maar dat is niet meer zo. De omzet die daalt zo op zich. De prijzen dalen, het wordt steeds scherper. En dat betekent, er komt steeds meer volume in de markt. In mijn vak, autoverhuur. Zodat je eigenlijk het steeds moeilijker krijgt om een paar centen te verdienen. Dat is één. Twee is natuurlijk dat ook, laten we heel eerlijk zijn. De drive in mensen, in personeel. Ik kan dat rustig zeggen, want ik ben ook altijd open en eerlijk in mijn bedrijf. Maar ik mis natuurlijk de spirit die er vroeger was. Er komen steeds meer privébelangen die de plaats innemen van dat je toch met het bedrijf bezig moet zijn. Ik zeg wel eens, hoeveel mensen vragen zichzelf af wat ze betekenen voor het bedrijf?
Hè, wat is mijn bijdrage om het bedrijf te verbeteren, om het rendement te verhogen, waardoor ook mijn eigen toekomst er goed uitziet? En twee, hoeveel mensen vragen zich af wat ze kunnen betekenen voor de maatschappij? Hè, dat doen heel weinig mensen nog. Hè, terwijl, ik ben ervan overtuigd, alle ondernemers die zijn altijd met de maatschappij bezig. He, die willen graag hun bedrijf draaiende hebben, dat de mensen het binnen het bedrijf goed hebben. Maar het is een hele moeilijke zaak aan het worden. Ja, nou ja, zonder zeg maar jou naar de mond op te praten, ik herken dat. Maar goed, je zegt dan code oranje, dat gaat het doen. Hoe? Nou, mijn kant, mijn bijdrage is dat ik vind dat er toch heel veel gedaan moet worden aan het systeem van deze maatschappij. En het systeem dat wordt uitgevoerd door de overheid. En daar zit heel veel verkeerd. Dat zie je aan alle kanten. Hoe je er ook in staat in deze maatschappij, sta je erin. Maar opeens wordt er bijvoorbeeld gekozen om het hele elektrische gebeuren in werking te laten treden. Het zet de hele maatschappij op zijn kop. Het ontwricht de maatschappij. We moeten van het gas af in de huizen. Iedereen weet, het is gewoon een onmogelijke zaak. Hoe moet je dat betalen? Wat wordt je toekomst? Heeft iedereen wel eens gedacht aan het onderhoud van windmolens? He, die dingen die kosten tientallen miljoenen. He, maar het onderhoud daarvan, dat wordt niet bij stilgestaan. We moeten het wel als land op kunnen brengen. En ja, daar zijn allemaal zaken die gebeuren. Hè? Die zijn in gang gezet, die trein. Volgens mij kun je hem niet zo makkelijk meer stoppen. Nee, ik denk dat het wel kan. Ik denk dat als je het goede systeem ontwikkelt om uiteindelijk ook de overheid, zeg maar de ambtenaren, om die uiteindelijk te laten meedenken, meevoelen, mee praten. Want er wordt heel veel bedacht, maar dat uiteindelijk ze weer een positie in de maatschappij krijgen, dat ze ook leren wat hun bijdrage naar de maatschappij gaat worden of is, dan kan je dingen verder ontwikkelen. Maar je kunt niet alles maar op zijn beloop laten. Ik bedoel, je moet echt alles toch door de zonnige bril zien, zou ik haar zeggen. Mm-hmm. Maar dat kan alleen maar gebeuren als je toch een basis creëert, eigenlijk opnieuw. Ik zou haast zeggen, de hele overheid is toe aan een start-up. Ja, oké. Okay. Wat vind je dan bijvoorbeeld van een basisinkomen? Een basisinkomen, daar kan ik wel iets bij bedenken. Maar als je dat baseert op gelijke monniken, gelijke kappen en, ja, ik zeg wel eens gelijke monniken, gelijke kappen, dan moet je in het klooster zijn. Hmm. Maar maatschappelijk gezien is dat een heel moeilijk iets. Hè? Er zijn gewoon verschillen. Er zijn rangen en standen. Ik weet niet hoe je het noemen wilt, maar die zijn er gewoon. Ja, maar ook het gedeelte van de overheid, hè? Dat je dus heel veel uitkleedt. Dus dat er geen controle meer is of iemand nou fraudeert of whatever, in welke categorie je het maar bekijkt. Zou dat het niet allemaal veel makkelijker maken? Oftewel, die regels. Ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat de overheid is niet meer in staat om te handhaven. Zo simpel is het. Er wordt maar steeds worden allerlei regels bedacht, maar de uitvoering daarvan is gewoon moeilijk. We krijgen zo meteen het vuurwerk. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gehandhaafd wordt. Ja. Kijk, je kunt wel alles bedenken, maar als je dingen gaat bedenken die je niet kunt handhaven, moet je niet bedenken ook, want dat vertroebelt de hele maatschappij. Je gaat toch weer dalen in wat je wilt bereiken. Als je steeds een slechte voorbeeld geeft, dan kom je er niet. Ik zeg wel eens twee dingen als ondernemer. Het oog van de meester maakt het varken vet. Ja. En het tweede wat ik altijd zeg, goed voorbeeld doet goed volgen. Maar de overheid geeft nooit een goed voorbeeld. Dus daar moet echt aan gewerkt worden. Het zijn serieuze onderwerpen waar we over praten. Maar voordat we onszelf in een negatief jasje stoppen, wil ik dit gesprek ook graag positief eindigen. En je bent een positieve man. Hoe gaan we dat doen? Toch om altijd positief in het leven te staan. Dat is één. Mm-hmm. Het glas is altijd half vol. Dat? Het glas is altijd half vol. Vind ik wel. Mm-hmm. Maar het is ook als je er zelf wat positief in staat en de dingen van de goede kant bekijkt. Dan kan je ook kritisch zijn natuurlijk en proberen op te lossen. Maar het is toch dat je
dat ik vind voor mezelf dat ik een plekje in het leven heb waar ik heel ver mee weg kan komen. Hè? Ik heb het erg naar mijn zin, dus dat is heel belangrijk. Maar goed, volgend jaar, dat wordt toch even een dingetje natuurlijk. Hè? Er gaat nog wel het een en ander gebeuren. Maar ik denk, en ik ben ondernemer en ik denk, als ik het mag vertalen naar de kijkers, hè, probeer dus ondernemend in het leven te staan. Hè? Probeer het van de goede kant te bekijken. Na regen komt zonneschijn en daar moeten we het dan maar op houden. Mag ik het in twee woorden samenvatten? Dat mag. Gewoon doen. Doen en altijd niet achterom kijken, vooruit kijken. Ik wens u het beste. Dankjewel. U ook.